De politie in Almere heeft een lichaam uit de Olstgracht gehaald. Wat er is gebeurd, is nog onduidelijk. Sinds de pandemie wordt vogelspotten steeds populairder en de vogelspotters worden steeds jonger. En we gaan nog één keertje op bezoek bij een bijzondere verzamelaar. Moeder Ella en dochter Bianca zijn fan van de fuchsia. Het is vrijdag 23 augustus en dit is Flevoland. Goedenavond. Het was een lugubere vondst in de Olstgracht in de Almeerse Stedenwijk. Een voorbijganger zag vanochtend een lichaam in het water drijven. Hulpdiensten hebben onderzoek gedaan in en rond de gracht. Direct nadat de politie arriveerde, werden straten aan beide kanten van de Meppelbrug afgezet met linten en ook met hekken. Pas toen hadden buurtbewoners door dat er iets ernstigs aan de hand was. Voor zover bekend heeft niemand in de buurt iets bijzonders gezien of gehoord dat met de vondst van het dode lichaam te maken kan hebben. Een duikteam van de politie is bezig met het uit het water halen van het lichaam dat die volgens de politie ook al een tijdje in het water lag. Hoe lang precies is niet bekend. Ook weten we niet om wie het gaat en hoe deze persoon in het water terecht is gekomen. Wel weten we dat de politie uitgebreid sporenonderzoek heeft gedaan hier in de omgeving van de Meppelbrug. Dat onderzoek heeft tot in de loop van de middag geduurd. Buurtbewoners en nieuwsgierigen werden door de politie op afstand gehouden. Nadat het lichaam aan deze kant van de brug uit het water werd gehaald, heeft de politie nog onderzoek gedaan. Het lichaam werd daarna afgevoerd in een lijkwagen. Mensen in de buurt reageren nogal wisselend op wat hier nu is gebeurd. Er zijn mensen die toch behoorlijk geschrokken zijn van het feit dat hier een lichaam in het water is gevonden. Maar andere mensen hier in de Stedenwijk zeggen van ja, er gebeurt altijd wel weer wat hier. En ze kijken er toch niet meer van op. Ja, iets heel anders dan, namelijk vogels, of eigenlijk vogelspotters. Die zijn er namelijk heel veel in Lelystad, blijkt uit cijfers van waarneming.nl. Op die website vullen vogelspotters in hoeveel en welke vogels ze hebben gezien. Nou, een hele groep met krakeenden. Verderop zijn allemaal aalscholvers aan het jagen. En daarboven het water, ja, wat zijn het, oeverzwaluwen? Boswachter Hans-Erik is niet de enige vogelspotter in Lelystad. Bijna 2500 mensen vulden vanaf begin dit jaar op waarneming.nl een gespotte vogel in. En daarmee staat de gemeente op de tweede plek, net achter Texel. Het idee van vogels kijken is heel populair aan het worden. En dat is wel van de laatste jaren, merken we. Vogelspotten wordt steeds aantrekkelijker gemaakt door apps die vogels kunnen herkennen op basis van een foto of geluid. Maar bijvoorbeeld ook door de Vogelspotcast. Een podcast die erin slaagt ook jonge mensen aan het vogelspotten te krijgen. Vanmorgen zijn we denk ik om 5 uur ben ik gaan rijden om hunten op te halen die hierachter staan en hierheen komen. En waar kom je vandaan? Rotterdam. En je komt helemaal naar Lelystad om vogels te spotten? Ja. Ja. Waarom naar Lelystad? Omdat ik via de Vogelspotcast ben ik in aanraking gekomen met de Oostvaardersplassen. En dan op waarnemingen.nl opgezocht waar veel gezien wordt. En zo hier een route gevonden die ik wel zou kunnen lopen. Ja, en vul je zelf dan ook de vogels die je vindt in op waarnemingen.nl? Ik heb net toevallig voor het eerst 2 waarnemingen ingevuld. Van de koereiger en de kleine zilverreiger. Omdat die heel erg mooi op een paar paarden zaten. Het identificeren van die koereigers, zilverreigers en andere vogels, dat is nog best lastig. Ik ben een jaar geleden begonnen. En het komt niet allemaal vanzelf dat je dit leert. Je moet telkens kijken, bladeren, vergelijken. En uiteindelijk lukt het wel. Of je moet even foto's online opzoeken. Leren vogelspotten, het is een investering. Maar wel een investering die jongeren willen maken. En dat is zo fijn om ook die jongere groep geïnteresseerd te zien worden voor of zijn voor vogels. En er helemaal induiken als een soort een nieuwe hobby. En dat zie ik wel steeds meer. En dat, ja, dat vind ik heel fijn. In verschillende boerenschuren in de provincie wordt druk gewerkt aan praalwagens voor het bloemencorso in Vollenhoven. In Marknesse bijvoorbeeld is wagenbouwgroep Nameless druk bezig met de voorbereidingen. Wij zijn de bloemen aan het voorlijmen. Deze bloemen, met een platte onderkant aan. En dan komt hier een beetje lijm op. En dat moet drogen. Als de lijm droog is, dan kunnen ze het op de wagen plakken. En wat ben je aan het doen? Konten. En wat houdt het in? Dat je de bloemblaadjes van de dahlia's afhaalt. En dan haal je de groene stengels eruit. En dan pak je een spijker. En die doe je gewoon in midden dahlia en dan gooi je hem in de kist. En lukt het een beetje? Jazeker, lukt het. Ja.
De wagen moet af, hè? Dus we gaan door. En is het leuk om te doen? Nou, na een hele dag niet meer. Hoeveel vrijwilligers zijn er bezig? Nou, er zijn hier nu ondertussen vanavond al 100 mensen bezig. Gisteravond waren we met een man of 80. En we hopen dat eigenlijk ook morgen nog bezig te zijn om de wagen zaterdag volledig klaar te hebben. Ja, want wat moet er allemaal gebeuren? Nou, we zijn nu de laatste 2 dagen en dan hebben we eigenlijk alleen nog maar de dahlia's erop. Alle voorbereidingen zijn geweest. En het is nu massaal met iedereen, spijkers in de bloemen, bloemen op de wagen prikken. Ja, en wat moet het voorstellen? Wij maken dit jaar een wagen over Albert Einstein. Wij wilden een keer in zijn bovenkamer gaan kijken. Dus we hebben het gezicht van Albert Einstein nagemaakt. We gaan laten zien aan de binnenkant wat er in zijn hoofd omgaat. Zaterdag is dan het grote bloemencorso. Wat gaat er dan allemaal gebeuren? Hoeveel deelnemers zijn er? Er zijn in totaal 10 wagens. En er zijn in elke schuur zijn net zoveel mensen bezig als hier in deze schuur. Elke groep die dus kaarts bezig om dus, nou ja, zaterdagmiddag die 10 wagens mooi rond te laten rijden vol over. Gaan jullie het halen? Ja, met gemak. We zijn lekker bezig. We hebben vandaag een hele mooie slag geslagen. We hoeven geen nacht over te slaan hiervoor. Ja, dat is mooi, want morgen moet het dus af zijn. Dan is het bloemencorso in Vollenhoven, net over de grens dus van Noordoostpolder. En dan hebben we nog meer bloemetjes om buiten te zetten. Want deze hele week gaat onze verslaggever Reo van der Weijden op bezoek bij mensen met bijzondere verzamelingen. Vandaag is hij in Tollebeek, waar een moeder en een dochter allebei gek zijn van de fuchsia. Deze week ga ik op zoek naar verborgen schatten in de polder. Bijzondere verzamelingen en verhalen van Flevolanders. Kijk, ik laat hem zien aan je. Zo klein en schattig. Ja, die zijn wel heel erg leuk. Ja, heel mooi. Heel al die schattig. Kleuren. En wat knoppen heeft hij, hè? Niet te geloven. Vandaag ben ik te gast bij 2 dames die druk zijn met fuchsia's. Zijn dit allemaal fuchsia's? Ja, wat op de tafel staat zijn allemaal fuchsia's. Dit niet, toch? Nee, dat is de druif, een muskaatdruif. Daar maken we wijn van. Oh, dat is ook lekker. De fuchsia's die zijn alleen maar mooi, toch? Of kan je er ook... Je kan ze eten, maar ik durf niet te zeggen dat ze lekker zijn. Serieus, kan je ze eten? Er zijn eetbare fuchsia's. De bessen, ja. Niet de bloemetjes. Nee. Maar ze zijn niet giftig. In veel gevallen zijn de bloemen vaak giftig, maar bij fuchsia's is dat niet. Maar jullie zijn echt fuchsia-fanaten. Bijna wel. Het is eigenlijk een doorgeslagen hobby. We zijn begonnen met een paar kleintjes en dat is doorgeslagen tot, ik denk dat we rond de 150, 160 soorten zitten nou. We beginnen dus met een steeltje van een plant. Die zetten we erin en dan na 3 weken hopen we dat de worteltjes aan zitten. Kijk, en dan zijn we blij. Jullie verzuipen nu toch in de fuchsia's dan? Ja, maar ieder gekkie krijgt bij ons een gratis stekkie. Als je hier komt kijken, dan mag je een stekkie mee. Ja. Iedereen moet weg worden van fuchsia's. Net zo gek als wij. Mensen kennen het als een oude plant, maar het is een hele mooie, dankbare plant. We hebben winterharde fuchsia's en we hebben fuchsia's die 1-jarig zijn, zoals men ze noemt. Maar ja, ik heb fuchsia's van 50 jaar oud, dus wat is 1-jarig? Maar als die 50 jaar oud is, dan is het net zoiets als ik. Ja, alleen is mooier. Alleen is mooier. Alleen is mooier. Alleen is mooier. Je wordt er nooit gek van de fuchsia's. Mijn man. Ja, je man wel. Het gaat alleen maar over fuchsia's. Nee, absoluut. Kan niet genoeg fuchsia's hebben, hè? Zo'n spreekwoord. Het stikt hier echt van de fuchsia's nog steeds. We krijgen er steeds meer. Dit is ook allemaal... dit is geen fuchsia, nee, toch? Nee, dit wel? Zijn dahlia's. Ze blijven elk jaar bij mij in de grond staan. Ze moeten eigenlijk de schuur in. Maar ik hoop dat ze na 30 jaar ook een keertje doodgaan. Dan kan ik de fuchsia's neerzetten. Maar helaas... Dus deze... Die moeten eigenlijk sneuvelen. Nee, hoor. Spontaan sneuvelen. Oh ja, wat jammer. Een kale plek. Ja. Weet je, we kunnen wel
Hey, een fuchsia erin. Maar ze gaan niet dood. We kunnen ze eigenlijk niet wegdoen. Daarvoor vinden we ze net te mooi. Maar als er eentje doodgaat, hebben we wel een nieuwe bestemming. Ja, daarom. Die is nog van mijn opa geweest. Ja, dan. Inderdaad. Dank jullie wel. Ja, alsjeblieft. Heel veel plezier. Deze is voor mij, deze is voor jou, Jeroen. Je hebt wel een probleem nu, hè? Volgend jaar weer meer. Ik moet terugkomen. Ja, zeker weten. Nee, we gaan het meemaken. Dank jullie wel. Veel plezier ermee. Doeg, dag, dag. Ik denk dat ze dood gaan bij me. Ja, en heb je de rest van de verzamelingen gemist? Je kunt ze nu allemaal terugvinden op onze website en in onze app. Gaan we hierdoor met de sport, want na 2 nederlagen in de Eredivisie mag Almere City het morgen gaan proberen tegen landskampioen PSV. Een lastige wedstrijd, en om te peilen wat de supporters van PSV ervan verwachten, ging verslaggever Han Dijkstra naar Eindhoven. PSV staat, net als vorig jaar waar ze eindigden, op de eerste plek op de ranglijst in de Eredivisie. En dat geeft vertrouwen hier in Brabant. Hier in Eindhoven hebben ze er alle vertrouwen in dat ze komende zaterdag van Almere City FC makkelijk winnen. Als ik zeg Almere City FC, wat zeg jij dan? Welke? Ik ken die club niet. Wat verwacht je van die partij? Ja, nou ja, ik denk wel gewoon 5-0 of zo voor PSV. Ja, gaat het gewoon een makkie worden? Ja. Moest even inkomen misschien, maar dat komt wel goed. Hè. Almere is net teruggekomen, dus het wordt wel makkelijk voor PSV, denk ik. En wat vind je nou van Almere City FC? Niet zo best. Daar gaat PSV wel winnen. Gooi je er eens een uitslag in? Ja, ik zeg het heel voorzichtig, 3-1 van de PSV. Maar dat denk ik echt. Maar ik denk niet dat het een 0 blijft, want de verdeling is er niet zo vast. En ze hebben natuurlijk 2 wedstrijden gespeeld. Gaat nog niet je van het, hè? Nou... 5-1 op RKC is een mooie uitslag. 3-1 bij Almelo komt beter. Maar 2 wedstrijden, 6 punten. Dus gaat prima. Maakt Almere City FC kans tegen zo'n grote club? Verdedigend is nog niet op orde, vond ik. Met name dat nieuwe verdedigingsblok is nog niet helemaal goed functionerend, denk ik. Dus ik denk dat ze misschien in de counter iets kunnen doen. Maar ik verwacht eigenlijk geen probleem voor PSV. Almere is helemaal nieuw. Hoe wordt hier in Brabant tegen Almere aangekeken? Ja, ik denk dat veel clubs van de keukenkampioendivisie niet zo serieus worden genomen. Maar ze kunnen wel verrassen, net zoals Willem II bijvoorbeeld. En, dus je moet niet te nonchalant worden, denk ik. Ik denk dat het wel lastig wordt voor PSV. Maar als ze het best doen, dan wordt het wel makkelijk. Maar zolang we niet van Ajax verliezen, vind ik alles best. Dus ze mogen wel van Almere verliezen? Almere, als die het verdienen om te winnen, mogen ze winnen. Absoluut. Ja, meer voorbeschouwing op Almere City tegen PSV zie je vanavond in ons programma Almere Divisie op YouTube. Ook op YouTube staat onze documentaire Broederliefde uit 2017 over politieke vluchtelingen uit El Salvador die neerstreken in Almere. Vandaag werd bekend dat er een doorbraak is in een rechtszaak over 4 Nederlandse journalisten die in El Salvador zijn vermoord. Wil je dus meer weten over de achtergrond daarvan, ga dan naar ons YouTube-kanaal. Dit was Flevoland voor vandaag. Voor nu een heel fijn weekend.